Verbind de M-Bot via de USB-kabel met de Chromebook. Zo. Schakel de M-Bot in. Dan gaan we naar M-Bot Core. Klikken we op verbinden. Dan zie je bij USB de USB-poort verschijnen waarop de M-Bot is aangesloten. Ten slotte klik je op Connect. En dan zie je heel duidelijk dat het M-Bot M-Core nu groen geworden is. Wat wil zeggen dat de verbinding tot stand is gebracht.